In deze straat zit het atelier van de Rotterdamse kunstenaar Ron van der Ende. Hij werkt hier al maanden aan een kunstwerk dat straks komt te hangen bij de nieuwe hoofdingang van het Erasmus MC. Vandaag ga ik kijken hoe het ervoor staat. Hoi Ron, leuk dat we mogen komen kijken. Wat maak je nou eigenlijk precies? Hallo Swart, ik maak bareliefs van sloophout. Bijna platte dingen die aan de muur hangen, maar heel erg ruimtelijk lijken. En dat doe ik al 18 jaar. En wat maak je nou voor het Erasmus MC? Voor het Erasmus MC maak ik een soort blokkendoos. En die staat voor groei en voor een soort van symbool voor probleemstellingen. En ik heb daar een hele complexe vorm van gemaakt. Tenminste, de buitenvorm is heel eenvoudig als een kubus, maar daarbinnen gebeurt van alles. Dus het is een soort vorm die wervelt en die zich ontwikkelt tot iets. Als het straks in het Erasmus MC komt te hangen, wat hoop je dat je kunt bereiken met dit kunstwerk? Het is een ongelooflijk complex ding. Ik heb er heel erg veel plezier aan gehad. En ik hoop dat ik dat op de een of andere manier kan communiceren met mensen. Dat mensen dat meenemen het gebouw in bij hun werkzaamheden of bezoek wat ze daar moeten afleggen. Ben je tevreden? Ik ben echt tevreden, ja. Gaat heel stoer uitzien. Echt blij. Je bent nu bezig met het achterste punt daar? Ja, het achterste puntje heb ik net bekleed. Dus ik was erg benieuwd hoe dat zou werken daarboven. Dat is eigenlijk het diepste punt van de kubus, zeg maar. Het achterste, het meest diepliggende punt. Dus dat doet heel veel voor de totale ruimte van het ding. Hoe het totale kunstwerk eruit komt te zien, blijft nog even een verrassing. Vanaf juli hangt het in de hoofdingang. Loop dan gewoon een keer langs om het te bewonderen.